Maar ik zie uit naar zaterdag. Ja, dan komt Karin en Roderick lekker bij mij weer op bezoek. Maar ik heb boodschapjes gedaan. Ook cake voor mezelf. Dat krijg ik wel weg. Gewoon cake. Ja, lieve vrienden, een hele goede middag. Het is alweer 2:50, 13:50. Ik ben er al de tijd uit hoor. Ja, ik heb al gegeten en al een bakje koffie gehad. Ik zit al in mijn tweede. Tenminste, van vanmiddag. En ik zat een spelletje te doen. En even met Karin, even wat is de app. Dus ja, dan de tijd houdt geen schaft terwijl jij blijft zitten. Dus ja, het is triest en donker weer. Het heeft geregend. Het is momenteel, ja, kan vriezen of het kan dooien, zeggen we dan. Want als ik daar kijk, wordt de schuttingsdeur weer droog. Maar kijk daar, dan is het nog spatjes in de plassen. Maar ja, oké. Ik kan de pret niet drukken. In ieder geval weer welkom bij een nieuwe vlog van Corina en de Beestenbol. Eeuwen ligt lekker te slapen in de stoel. Kandalf, die is naar boven toe. En ja, die vinden het allemaal maar niks. Maar oké, ik moet zometeen weer een telefoontje plegen. En ik moet boodschapjes doen bij de Vomar. Ja. En ik heb een kikker in mijn keel. Maar ik zie uit naar zaterdag. Ja, dan komt Karin en Roderick lekker bij mij weer op bezoek. Maar ze laten hun eigen hondjes thuis. Die mij ook even dierbaar zijn. Maar ze nemen het hondje mee die ik ga krijgen. Rijka. En daar ben ik heel erg blij mee. Ik zie er helemaal naar uit om dat kleine meisje te ontmoeten. Dat kleine hondje. Want het is een klein hondje. Het is ook nog een puppy. En ja, ze heeft al veel meegemaakt. Ondanks dat ze nog te jong is. Dus ja, ze zijn nu onderweg naar Nederland. Ze komen uit Roemenië. En vanavond haalt Karin en Roderick erop. En er komen nog meer puppies mee naar Nederland. En die worden ook allemaal opgehaald door allemaal nieuwe eigenaars of opvangadressen. Die hier weer verder gaat zoeken naar een gouden mand. Nou, ik hoop van alle ganse harten dat al die lieve puppies, al die diertjes, al die lieve hondjes, al die lieve snoetjes, want dat hebben ze, een gouden mand mogen krijgen. Ja, en ik wil zeggen, waarom niet hier uit het asiel? Oké. Maar dat waren grote honden, want Karin die had dat eerst al voor me gekeken. En dat waren grote honden en dat wou ik niet. Ik wou geen grote hond. Ik wou iets kleiner dan Frodo, weet je, onder de knie. En Frodo die was kniehoogte. Ik zei, nee, ik moet een kleinere. Dat, ja. Nou, kniehoogte, nee, Frodo was iets hoger dan mijn knieën, geloof ik, dacht ik. Nooit op gelet eigenlijk. Maar in ieder geval, ik wou een kleinere. Dat die ook op de boostervloer kan zitten. Dat als ik rijd, dat het daar op kan zitten. Maar ze moet ook ernaast kunnen lopen. En dat gaat Karin trainen met haar fiets, geloof ik. Ja, want iets anders heeft zij dus niet. Maar of je het nou naast de fiets doet of naast een booster. Dat is twee keer hetzelfde. Dus Karin gaat dat even bij haar trainen. Zaterdag doen we het samen hier met de booster. Dan gaan we ook eventjes door de stad en ook even door de drukte, want er is dan ook markt. Ik weet al, het zou droog zijn, zon en bewolking, dus ja, geen regen, dus wel koud. Nou, dan kun je kleden, hoop ik. En ja, dan is het even lekker met een beetje een blokje om en komt vast zeker goed. Ik zie er helemaal naar uit, echt. Ja, daar ben ik weer blij mee. Maar in ieder geval... jullie weten het dus al, haar naam is Rijka en zodra ik ook nieuwe foto's heb, zal ik haar weer ook in een plaatje bewerken bij mij en Eowyn en Gandalf. En dan is de beestenboel weer compleet. Ja! En het is enkel nog afwachten hoe de twee tegenover Rijka gaan doen.
Ik denk toch eerst dat ze dus allebei naar boven toe vliegen. Zo eeuw in, zo kan dat. Ze moeten er eerst niks van hebben. Het is eerst de kat aan de boom kijken. Nou ja, dat mag. Dat doen ze altijd. En als het goed blijkt te zijn, dan komen ze er wel weer bij. Dat hebben we eerder meegemaakt. En ja, als Karin met hun honden komen, met Lady, Lovely en Beauty, ja, dan vliegen ze ook alle kanten op naar boven toe en ze laten hun niet zien. Soms wel, dan komt er even eentje toch om de deur heen te koekeloeren. Nou, en mijn broer die heeft ook een hond. Nou ja, die hond die moet niks van katten hebben, dus ja, dan vliegen ze naar boven en ze komen niet weer beneden totdat hij weg is. Ja, dat heb je ook nog. Maar dat maakt allemaal niet uit. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet verder van jullie dag. Ik moet dus zometeen de deur uit, maar ik ga toch even een koffie doen en even bellen. En dan zien we het wel weer. Ook heb ik al twee van die buitendingen los. Maar er is er nog één, daar in de hoek op de grond. En die moet ik nog veranderen, dus dat moet ik helemaal van de grond leggen. Dus dat gaat voor mij allemaal heel moeilijk en moeizaam en pijnlijk. Maar ook dat komt wel weer goed, ja. En met dit trieste weer, om dan een lamp op te hangen. Je ziet het daar bovenaan, dat plafond niet. Nee. Dus ja, dat wacht ik nog even af. En dan komt dat ook wel weer goed. Ja, die dingen liggen op mijn bureau, dus komt goed. Ja. Oké, ik zou zeggen, we spreken elkaar later. Ja, lieve vrienden, het is mij gelukt met de sneeuwlamp op te hangen. Maar het is daar nou bij de eethoek zo donker al en het is hoe laat leven wij. 15:46 uur, dus jullie begrijpen, in een korte tijd heb ik het al gefixt en terwijl het donker was. Maar ik had even al het licht wat ik heb aangedaan. En dat is nou weer uit, maar we gaan één knop omhalen. Kan ik het jullie laten zien met die sneeuwlamp. Jullie zien me nog steeds, want ik zie mezelf ook. Die geloof ik, ja. Dat is hem. En nou draai ik even de camera om. Dus, ja, doen we even. Gewoon doen ik even. Kijk! En daar zit Eeuwinnetje. En daar hangt de lamp. Nou, daar heb je gewoon een verhuisset voor nodig. Meer niet. Gewoon een vetting die ophangt en klaar. Nou, ik heb er nou drie voor. Ik meen er zes nog wat. Ja, nou, toch leuk. Enkel, wij hadden gehoopt, mijn mannetje en ik, dat de katten ermee zouden gaan spelen. Maar ze moet zo laat het gewoon begaan. En waar is ze nou? Oh, hier op de stoel. Op een stoel is ze. Hallo. Hallo, schoonheid. Ons prinsesje. Ja, vertel het eens. Ja, vind ik ook. Ja, is het zo? Oké, dan. Oh, dat is toch geweldig, of niet dan? Oh ja, nou vind ik ook. Geweldig, een heel mooi verhaal. Hé? Nou, lieve vrienden, ik heb mijn koffie. Die heb ik net ik zei jullie, ik ga koffie maken en dan Bounty erbij opeten. Maar ja, de koffie is toch heet, dus in die tussentijd heb ik die lamp opgehangen. Dus ja, in een korte tijd heb ik het voor elkaar. Dus ik zeg, lieve vrienden, geniet van de restmiddag, want het is, hoe doen we dat? Zo laat is het. Dus, ook weer gezien, ik zou zeggen, het misschien tot vanavond en anders tot morgen. Doei, doei! Ja, lieve vrienden, ik ben al een hele geruime tijd uit bed, hoor. Ja, al lang al. Ja, ik heb al heel wat gedaan en al heel wat meegemaakt, dus ja. Ten eerste werd ik wakker geappt door Karin. Ik denk, laat me maar even, ik moet eerst bijkomen, weet je. Dus de kachel op mijn mobiel even aangedaan. Ik denk, eerst beneden warm laten worden voordat ik eruit ga. Dat gedaan hebbende,
Ik was net beneden geweest, kan al naar buiten gedaan, eeuw in de kamer in, televisie al voor staan. En weer naar boven en naar de wc natuurlijk, uiteraard. Oh ja, trouwens, nog een welkom bij een nieuwe vlog. Ook dat nog, ja. Maar in ieder geval, ja, wat ik in mijn handen heb, dat zijn bindertjes, van mijn zakkenbindertjes. En daar doe ik ook andere dingen mee. Laat ik zo meteen zien, kom op zo meteen weer op terug. Maar in ieder geval was ik net bezig mij gaan het aankleden. En een heleboel dames onder ons dragen een panty, dus ik ook. Want ik was daarmee bezig. Ga de poortbel. Dus ik, zo snel ik kon naar de logeerkamer, raam open. Wie is daar? Abonnee onderhoud woningbureau. Woningstichting. Oké, okay, ik zie hem, ik ben mij gaan het aankleden. Ik kon die man al heel lang. Die kwam al bij ons, toen leefde mijn man nog en altijd op zijn praatstoel, bleef een dik uur zitten te koffieleuten. En dat deed hij eerst werk en dan bleef hij een uur zitten om te koffieleuten en lekker te kletsen. Hartstikke gezellig altijd. En die komt ieder jaar trouw bij me, hartstikke leuk, geweldig. En ja, hij vond het ook erg dat Frodo heen was gegaan. Maar ja, ik krijg nou een nieuw hondje. Die komt morgen. Rijka. Ja, ik ben er helemaal wauws en hilarisch gek van. Want het is zo'n mooi, lief, klein hopie-dopie. Ja, die moeten jullie echt zien. En dat komt morgen wel. En ook natuurlijk bij Karen in de vlogs komt dat ook wel goed. Maar ik ben Rebecca, die is al geweest. Die is ook al lang alweer de deur uit. Die is naar de volgende cliënt toe. Maar ik ben ook druk bezig. Ik heb hier iets, dat heb ik net staan te strijken. Dat is voor de kerstboom. Want ja, daar ben ik mee bezig. Daar staat de hele bende. Ik ben nou even met de poot bezig en met de stroomaansluiting voor de kerstverlichting. En dan komt dat ook weer helemaal goed. En daar heb ik dit voor nodig, want ik bind dat vast aan die poot. Zodat dat er niet af kan vallen. Dus ja, ook dat komt goed. En de kerstboom moet ik natuurlijk ook vastbinden. Want ja, er loopt wel een klein hopie-dopie die dat leren moet. En met een palingstaartje te zwiebelen. Dus ja, de boom bind ik als vanouds vast. Sowieso de onderkant en de bovenkant. Middenstuk blijft dan toch wel staan. Ja, lieverd. Oh ja, schat. Ja, is het zo? Oh, ze heeft heel wat te vertellen, ja. Hé, ze heeft heel wat te vertellen, de meis. Of niet dan? Wat zie je? Jezelf, dat ben je gewoon jezelf, hé. Ja, dat ben jij zelf. Koek, koek, ben je zelf. Ja, nu ruiken. Het is een camera, althans een oude mobiel die als camera functioneert. Ja. En dat ben je zelf. Zit ze naar zichzelf te kijken? Wat is dit? Hé? Ja, nou oké. Kandolf is dus buiten. Ja, die wou naar buiten. Nou, dan gaat hij maar naar buiten. Simpel. Ik ga dus weer verder en natuurlijk laat ik jullie af en toe even meegenieten. De boom wordt anders dan anders. Ja, jullie zijn van mij zilver met wit gewend. En ik van mezelf ook. Ik weet niet anders. Altijd zilver-wit. Maar nou ga ik overstag naar goud en brons. Ja. Ik heb ook een mooie piek ervoor gekocht. Die ligt nog boven. We moeten eerst de boom neerzetten. En ja, daar gaat ook tijd in zitten. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet. Doe ik ook. Ja, ik vind dit helemaal weer leuk. Dus kijk uit naar morgen en ik ben lekker bezig, heerlijk. Doe denk ik rustig aan, want ja, je hebt maar één rug, je hebt maar één stel benen, je hebt maar één paar armen, je hebt maar één hoofd. Dus je moet voorzichtig wezen en ik moet ook voorzichtig wezen dat dit zal vallen of wat dan ook. Wat een ongeluk zit meestal in een klein hoekje en de meeste ongelukken wordt er beweerd, wordt ook, komen ook in huis voor. Hè? Ja, je hoeft maar over een drempel te vallen, nee, je legt een ziekenhuis bij wijze van. En dat wil ik mij zelf besparen, uiteraard. Dus ik zou zeggen, ja, geniet. Lieve vrienden, ik zit natuurlijk uiteraard weer in wat donker. Ik ben nog niet klaar, maar de kerstboom is wel klaar.
Ik heb enkel de verlichting uitgedaan. Want zondag, dan wil ik het pas aandoen, want dan is het eerste advent. Maar ik laat het jullie wel zien, eerst uit en dan aan. Dus ik draai jullie even om. Miauw, miauw. Wat heb je te vertellen? Oh, vind jij het ook mooi? Vind jij het ook mooi? Oh jee, ja. Nou, we gaan hem eventjes aandoen. Ik zet jullie lekker even hier neer. En ik ben back en back af. Ja, meisje lief. Zo. En nou is alles aan. Ja, ja. Ja, meisje. Nou is dus alles aan, zoals jullie het kunnen bekijken en bewonderen. Het is nou alleen maar goud en brons wat er glittert. Ja, ik hoop dat jullie hem mooi vinden. Nieuwe piek erop, als jullie die kunnen zien. Ja, ik ben er blij mee. Ja, het is weer wat anders. Ja. Ik heb ook in de winkels zwart zien leggen. Nou, je gaat je boomtol, ja, dan moet je... ik hou ook wel van Kotik, maar niet mijn boom. Nee, dat vind ik niet mooi, echt niet. Maar ja, oké, ik ga weer even verder aan deze kant, want de tafel die is momenteel ook een troep en die staat niet waar die moet staan. Dus ja, ik ga in de bank die staat nog raar en briek en gek, dus ja, dat moet ook weer even goed. Dus ik ga even verder aan deze kant en ik zou zeggen tot later. Doei doei!